Pascal, gefeliciteerd. Dankjewel. Volgens mij de 7e officiële uitwedstrijd op rij nu gewonnen, inclusief de beker. Ja, ik moet je eerlijk bekennen, ik hou me niet zo bezig met dat soort statistieken. Maar hij was zwaar bevochten en de 3 punten zijn van ons en dat is het allerbelangrijkste. Ja, hoe heb jij vanaf de bank gekeken naar de wedstrijd verder? Nou, ik vond ons de eerste helft niet helemaal onszelf. Ik heb het woord arrogant heb ik ook gebruikt in de rust. We kwamen weliswaar op voorsprong, maar de beginfase van ons was simpelweg echt zwak. En dat verbaasde mij enorm. Dus we kwamen wel op voorsprong, maar de goal die uiteindelijk NEC maakte vlak voor de rust, die had ik eigenlijk al iets eerder verwacht. En daar zijn we toch wel even behoorlijk over in de weer geweest in de rust. Ja, en uiteindelijk de tweede helft komt dan goed, omdat Jesper ook weer een paar mooie bevliegingen heeft. Ja, we krijgen weliswaar nog 1 waarschuwing van NEC. Een hele grote kans die zij missen. Maar vervolgens scoort Jesper voor ons als team wel een hele belangrijke tweede goal. Echt ook op een hele typische Jesper manier. Ja, op de plek waar we hem graag ook zien met het schot in de korte hoek. En belangrijker nog is ook meteen die derde eroverheen. Waardoor we eigenlijk iets comfortabeler in die wedstrijd zitten meteen. Ja, maar kan me voorstellen dat je vlak voor rust wel even flinke van baalt. De tegengoal deed me een beetje denken aan PSV uit ook. Zo vrij ingekopt. Ja, het was een goed genomen bal. Waar echt vanuit NEC er alles aan werd gedaan om als eerste die bal te raken. Maar ja, weet je, kijk, het moment vlak voor de corner is al een teken van misplaatste arrogantie. Want Pieter in deze, die is heel druk met Bas Nijhuis. Had al geel op zak en is aan het bakkeleien voordat die corner wordt genomen. Dus dat betekent dat je ook niet helemaal gefocust bent op het moment dat die bal wordt genomen. En dat werd ook genadeloos afgestraft. Dus dat zijn dingen die moeten echt heel snel weer verbannen worden uit ons spel. Maar gelukkig eindgoed al goed. Ja, we winnen hem. Dat is belangrijk. We hebben een hele zware week met 2 topduels Feyenoord en Ajax gehad. Tikkie te verwerken gehad met met de halve finale beker en dus niet in de finale terechtgekomen. En dan heb je een hele zware uitwedstrijd bij NEC. Want onderschat ze niet. En daar hadden we ons op voorbereid, maar iets beter gepresenteerd in de tweede helft dan de eerste helft. Ja, dat is toch iets lekkerder vertrekken naar Noorwegen. Ja, zeker, zeker. We moeten ook vooral doorgaan met hetgene wat we voor de beker of halve finale beker deden. En dat hebben we gelukkig in de tweede helft weer laten zien. En nog maar 1 punt naar de nummer 3. Ja, ook dat. En we blijven jagen, zoals we zeggen, op de eerstvolgende ploeg. En dat is Feyenoord. En we zitten lekker dicht achter ze. Eerst donderdag weer in Noorwegen. Donderdag weer ergens op de rand van de Poolcirkel, heb ik ja, begrepen. Ja, dat dus, zullen andere omstandigheden zijn. Ook dat. Alhoewel het hier ook koud was. Ja, nou, prima voorbereiding zou ik zeggen. Muts mee, handschoenen mee. Sowieso. Succes. Dankjewel.